Het griezelfeest van Lisbeth Slegers. De laatste dag van oktober vieren we Halloween. Dit is een griezelfeest. Komen er dan echte spoken, denk je? Nee. Die bestaan natuurlijk niet. Maar je verkleden als een spook of een geest, dat is pas echt leuk. Op Halloweendag maakt papa een pompoen leeg. Dan snijdt hij er met een mesje een gezicht in. Met kaarslicht erin wordt het pompoenmasker lekker griezelig in het donker. Mama maakt van het vruchtvlees lekkere soep. In mijn brievenbus zit er een briefje van Jasper. Hij heeft een spin, een maan en een spook getekend. Vanavond mag ik naar zijn Halloweenfeestje gaan. Ja, daar wil ik zeker naartoe. Lekker griezelen met mijn vriendjes. Voor Jasper knutsel ik een cadeautje. Ik blaas een ballon op en teken er een gezicht op. Uit de kast haal ik drinkrietjes, dat zijn de poten. Nu de poten nog vastplakken en ik heb een grote spin. Na het eten ga ik mij verkleden voor het feestje. Het moet griezelig zijn. Een vleermuis. Een monster. Nee, ik weet het. Ik wil een. Echte lelijke heks zien. <laughs> Papa maakt een bezem en mama sminkt mee. Hallo Jasper, hier is een cadeautje voor jou. Wauw, een griezelspin. Dank je wel, zegt Kasper. Die hang ik straks op in mijn kamer. Kom vlug binnen, de andere kinderen zijn er ook al. De mama van Jasper heeft een leuk spelletje bedacht. Wie kan het snelst in een appel aan een touwtje bijten? Pro, dat is heel moeilijk met je armen op je rug. En Jasper wint natuurlijk, ja, met zijn Dracula tanden. Dan zoeken we spookjes die Jasper heeft gemaakt. We krijgen allemaal een lampje en het grote licht gaat uit. In het donker roept iemand opeens, brrrr, wat eng. Ja, daar ligt een spookje, gevonden! Nu is het tijd om naar buiten te gaan. We gaan van deur tot deur en zingen een liedje. We zingen liedjes met onze heks en stemmetjes of met onze spoken stemmetjes. De mensen vinden dit alles heel leuk. We krijgen heel veel snoep. Mama komt me terughalen. Is het al tijd om naar huis te gaan? Ah, oh, dank je wel voor dit leuke feest, Jasper. Misschien mag ik volgende keer zelf een feestje geven. Kom jij dan ook? En dan gaan we weer zingen voor snoep. Oeh. <laughs> nou. Nah. Zeg ik dan tegen Jasper: daar.